En ik zat me zojuist te bedenken dat het eigenlijk heel leuk is dat eigenlijk op de kop af een jaar terug hier op Red Palm het plan hiervoor ook bedacht is. Ook vorig jaar was ik hier, ook met Jane, mijn collega. En Leo was er uiteraard. En toen hebben we hier aan tafel gezeten. En waren ook de mensen van de NOS er. En NOS moet ik zeggen natuurlijk. En toen kwam het idee op om een schooltv-programma te maken. En dat werd vervolgens weer uitgebreid met ook een doeboek en een diploma. Nadat ik met Sanne van het Openbaar Lichaam had gesproken. En met Deviatendesign in contact was gekomen dankzij Sanne. En later kwamen we ook in contact met Stinapa, dankzij het Openbaar Lichaam, waardoor we weer dit project met elkaar kunnen doen. Dus het is echt een samenwerkingsverband. En daarbij komen natuurlijk nog eens onze beneficianten. En last but not least, onze dierenlotkids. Daar zijn we waanzinnig trots op. Maar we zijn ontzettend blij dat we vanavond dit project hier kunnen lanceren. Het werk wat jullie er allemaal aan verzet hebben. We hebben natuurlijk 8 afleveringen gemaakt. Best wel tijd in beslag genomen, maar we hebben het zo goed mogelijk gedaan. Op het stage kwam nog het verzoek om daar ook een ondertiteling te doen, een papiermens. Nou, daar was ik niet op voorbereid, dat kan ik ook niet. Maar we hebben ook wel hele goede mensen voor gevonden. Loekie, bedankt daarvoor. Dat moest ook nog gemonteerd worden. We zijn eigenlijk bijna helemaal klaar. 1 aflevering moet nog ondertiteld worden, in het niet wel al vertaald. Dus dat is volgende week klaar. En dan komt die echt online. Volgens mij bij jullie, hè? Bij Dierenlot. En dan kan je straks, gaan we allemaal zeggen, dan kan je alles nog een keer zien. En dan gaan wij vertonen op scholen. Kwamen we in gesprek met Jan en Jane om ook iets tastbaars qua lesmateriaal te maken. En daarvoor hebben we bedacht om er een interactief doeboek, puzzelboek bij te ontwerpen en helemaal uit te werken. Daar hebben we eigenlijk een mooie aansluiting met alle thema's die in de video's terugkomen. De 8 verschillende organisaties hebben we allemaal een aantal spreads aan gewijd. En jullie komen natuurlijk ook mooi terug in het boek. Met leuke foto's erbij. Nou, het is heel leuk om ook zo'n boek een keer natuurlijk mooi in een Bonaireaanse context te zien. Dat er ook wat lesmateriaal echt van hier is. En in het boek zelf proberen we echt een aanvulling op de video's te doen met kleine feitjes en puzzels. En een activiteit met een kleine craft die erin zit. Nou, en we hopen dat het de komende jaren vrolijk kan worden gebruikt op de scholen om een hoop nieuwe feitjes te leren. De filmpjes worden aan de scholen aangeleverd. Dan kunnen de kinderen de filmpjes kijken. Ze krijgen allemaal een doelboek. Als ze daarmee klaar zijn, dan gaat de leerkracht aan de Sinapa doorgeven dat er daadwerkelijk aan gewerkt is. En Desiree van Sinapa heeft aangeboden om zelf de diploma's daar op de scholen uit te reiken aan de kinderen. Dus zodat het ook echt gewoon helemaal een compleet programma is. Daar zijn we heel blij mee.